Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app. Laat een review achter, deel het met anderen en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Hamza en de drie spinners. Voorgelezen door Anna Keuning. Er was eens een dromerige, slimme jongen die het liefst de hele dag boeken las. Zijn naam was Hamza. Hij hield vooral van boeken over planten en dieren. Zijn grootste droom was om de wereld over te reizen en alle mooie natuur zelf te bekijken. Maar helaas was het gezin van Hamza arm. Hij moest thuis de hele dag wol spinnen aan een groot spinnenwiel. Hamza vond wol spinnen het saaiste wat er was. Daarom stopte hij soms een boek onder zijn kleren, zodat hij tijdens het spinnen, als zijn moeder niet keek, stiekem een paar bladzijden kon lezen. Alleen lukte het hem daardoor vaak niet om genoeg wol te spinnen. Zijn moeder vond dat hij maar lui was. En op een dag werd ze zo boos op Hamza dat ze tegen hem begon te schreeuwen. Hamza, nou ben ik het zat. Wat ben je de hele dag aan het doen? Er is zoveel wol en jij spint altijd maar een klein klosje. Wat ben je toch ook een verschrikkelijk lui en egoïstisch kind. Hamza begon te huilen. Op dat moment reed toevallig de koningin voorbij. En toen ze het gehuil hoorde, stopte ze haar koets, stapte ze het huis binnen en vroeg: wat is er aan de hand? Jongen, waarom huil je zo? De moeder van Hamza schaamde zich. Ze wilde niet aan de koningin vertellen dat haar zoon lui was. En daarom zei ze: dit is mijn zoon Hamza. Hij houdt zoveel van spinnen dat hij niets anders wil doen. Maar weet u, ik ben maar een arme vrouw en ik heb niet genoeg wol voor hem. Daarom is hij zo verdrietig. De koningin antwoordde: goh, wat vreselijk. Ik bewonder Hamza's passie voor spinnen en het is heel knap dat hij zo hard wil werken. Misschien kan ik jullie helpen. In het paleis is wol genoeg. Daar kan Hamza zoveel spinnen als hij wil. De moeder van Hamza vond dit een erg goed idee en de koningin nam de jongen mee. Hamza had helemaal geen zin om de stapels wol in het paleis te spinnen. Maar hij had ook gehoord dat er een hele grote bibliotheek was. Misschien kon hij 's nachts zijn kamer uitglippen en stiekem naar de bibliotheek gaan om daar te lezen. De koninklijke boeken waren vast prachtig. Toen ze in het paleis aankwamen, leidde de koningin Hamza naar drie kamers die van boven tot onder gevuld waren met de fijnste wol. Spin dit voor mij, zei ze. En als je dat gedaan hebt, mag je met mijn oudste zoon trouwen. Ook al ben je arm. Daar geef ik niet om. Jouw harde werk is al genoeg als bruidschat. Maar ga nu eerst maar slapen. Het was een lange dag. Hamza ging op bed liggen en wachtte een paar uur tot het paleis helemaal stil en donker was. Daarna gleed hij uit bed en sloop op kouse voeten zijn kamer uit. Hij dwaalde door de lange donkere gangen en grote koude zalen, tot hij had gevonden wat hij zocht. De bibliotheek. Het was een enorme zaal, groter dan hij ooit had durven dromen. En het was van top tot teen gevuld met boeken. En niet zomaar boeken. De allermooiste boeken die Hamza ooit had gezien. Hij huilde van geluk. Die hele nacht zat Hamza met een kaars in zijn hand het ene na het andere boek te lezen. En ook de nacht daarop. En de nacht daarop. Maar overdag was hij zo moe dat hij niet aan het spinnen toekwam. Op de derde dag kwam de koningin kijken hoeveel Hamza al gesponnen had. Toen ze zag dat hij nog niks gedaan had, was ze verbaasd. Maar Hamza zei: o koningin, het spijt me zo, maar ik miste mijn moeder heel erg en ik had zo'n heimwee. Ik was te verdrietig om te spinnen. Maar ik beloof u, vanaf nu ga ik aan de slag. Ik zal u niet teleurstellen. En de koningin geloofde hem en zei: vooruit, maar morgen wil ik gesponnen wol zien. Toen Hamza weer alleen was, wist hij niet wat hij moest doen. En in zijn verdriet liep hij naar het raam. Hij zag drie mannen aankomen lopen. De eerste man had een brede platvoet. De tweede had zo'n grote onderlip dat hij tot over zijn kin hing. En de derde had een hele brede duim. Ze bleven onder het raam staan, keken omhoog en vroegen de jongen wat er aan de hand was. Hamza klaagde over zijn problemen en toen boden ze hem hun hulp aan en zeiden: als je ons uitnodigt voor de bruiloft, je niet voor ons schaamt, ons je ooms noemt en ons ook aan je tafel laat zitten, zullen we de wol voor je spinnen. En dat in een zeer korte tijd. Wat geweldig, heel graag, antwoordde Hamza. Kom binnen, jullie kunnen meteen beginnen.
Hij liet de drie vreemde mannen binnen en maakte een plek voor ze vrij in de eerste kamer, waar ze gingen zitten en meteen begonnen te spinnen. De een spande de draad en bewoog het wiel. De ander maakte de draad nat, de derde draaide hem en sloeg met zijn vinger op de tafel. En telkens als hij sloeg, viel er een draad op de grond die op de fijnst mogelijke manier gesponnen was. Hamza verborg de drie spinners voor de koningin en liet haar telkens als ze kwam de grote hoeveelheid gesponnen draad zien, totdat de koningin hem niet genoeg kon prijzen. O Hamza, je bent geweldig. Ik heb nog nooit zulke fijne draden gezien. Je bent een natuurtalent. En zo snel ook nog. Toen de eerste kamer leeg was, gingen ze naar de tweede en tenslotte naar de derde. En ook die was snel leeg. Toen namen de drie mannen afscheid en zeiden tegen Hamza: vergeet niet wat je ons beloofd hebt. Toen Hamza de koningin de lege kamers en de grote hoop garen liet zien, gaf ze opdracht voor de bruiloft. Haar zoon, prins Rahim, was alleen niet zo enthousiast over zijn verloofde. Moeder, moet ik echt met deze Hamza trouwen? De koningin keek haar zoon streng aan. Ja, lieverd, dat moet. Kom, ik stel je aan hem voor. Ik weet zeker dat je hem leuk gaat vinden. Toen ze voor de deur van Hamza's kamer stonden, zei prins Rahim: maar mam, spinnen is zo saai. Straks wil hij de hele dag thuis zitten, terwijl ik het liefste reizen maak en de natuur ontdek. Natuurlijk, het is knap. De koningin onderbrak haar zoon door de deur van Hamza's kamer open te doen. De mond van prins Rahim viel open toen hij Hamza zag. Knap, stamelde prins Rahim nog eens. Want Hamza was de knapste jongen die hij ooit had gezien. Het was liefde op het eerste gezicht en voor Hamza gold hetzelfde. Hij vond prins Rahim heel leuk. Zijn knappe gezicht, zijn woeste donkere krullen, zijn vieze kleren, de modder op zijn laarzen. De twee jongens hadden opeens heel veel zin in de bruiloft. Maar eerst moest Hamza nog wat vragen. Ik heb drie ooms, zei Hamza. En omdat ze erg aardig voor me zijn geweest, wil ik ze niet vergeten. Mag ik ze uitnodigen voor de bruiloft? En mogen ze bij ons aan tafel zitten? De koningin en prins Rahim zeiden: natuurlijk, waarom niet? Dus toen het feest begon, kwamen de drie mannen binnen, in vreemde kleding. En Hamza zei: welkom, lieve ooms. Ah, zei prins Rahim, leuk om jullie te ontmoeten. Maar vertel eens, jullie zien er een beetje vreemd uit. Mag ik vragen, hoe komt u aan zo'n brede voet? De eerste man antwoordde: door het spinnenwiel te bewegen. Toen vroeg Rahim aan de tweede man: en hoe komt u aan uw enorme lip? Door aan het draad te likken, antwoordde hij. Toen vroeg Rahim aan de derde man: en hoe komt u aan uw brede duim? Door wol te draaien, antwoordde hij. Prins Rahim schrok. Hij keek naar de knappe Hamza, keek nog eens goed naar de grote duim, de platvoet en de hanglip van de mannen, keek nog eens naar Hamza en zei toen: nou, mijn man kan voortaan maar beter van het spinnenwiel afblijven. En de koningin was het daarmee eens. De nieuwe prins moest wel aantrekkelijk zijn. Het spijt ons, Hamza, zei de koningin. We weten dat je erg van spinnen houdt, maar helaas, het is beter als je een andere hobby zoekt. Hamza probeerde teleurgesteld te kijken, maar hij was natuurlijk zielsblij dat hij nooit meer hoefde te spinnen. Hij dacht aan de bibliotheek en aan alle boeken die hij nu kon lezen. Maar toen kende hij prins Rahim nog niet. De komende jaren las Hamza niet één boek. In plaats daarvan reisde hij samen met Rahim de hele wereld rond en zag hij alle mooie planten en dieren waar hij al die jaren over gedroomd had. En ze werden samen oud en heel wijs. Einde. Dit verhaal werd voorgelezen door Anna Keuning. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio, tijd voor Abel.